Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Freya Perdaans, 30 jaar, geboren en getogen Mechelse en ik sta op de zevende plaats voor de lijst van N-VA voor het Vlaams parlement. Hoewel dat ik voor de eerste keer opkom voor het Vlaams parlement, heb ik hier wel al ervaring opgedaan als parlementair medewerker van Mark Hendricks en Willy Segers. Tijdens de laatste lokale verkiezingen had ik de eer om onze ploeg aan te sturen als lijsttrekker van de stad Mechelen. Ik ben opgegroeid in de wijk Nekkerspoel en ben nu samen met mijn man Frederik en adoptie Hon Chi verhuisd naar Hombeek. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk altijd al, al heel erg geëngageerd geweest. Um, ik zat in de kindergemeenteraad, in de jeugdraad, maar ook buiten het. het ja, Politieke dan op school was ik um, geëngageerd als, als uh, aanspreekpunt tegen pesten. Ik heb jarenlang meegewerkt in een VZ2 die in Roemenië scholen, ging, uh, scholen en ziekenhuizen ging bouwen en uitrusten. Dus dat engagement, dat, uh, dat heeft er al van heel jongs af aan ingezeten. En politiek is voor mij een middel om zaken te gaan veranderen, maar geen doel op zich. Dus ik zie het gewoon als een, een verlenging van mijn engagement, als een manier om dat in te zetten en om zaken echt in beweging te zetten en te veranderen. Vandaar. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor eentje van mijn moeder. Die zegt regelmatig: het is niet omdat het nog niet gedaan is, dat het niet mogelijk is om het te doen. En dat is een beetje mijn houding in deze campagne en in mijn leven tot uh, dat niet is omdat er nog niemand anders voorgedaan heeft dat iets kan, dat het niet mogelijk is. Hè, voordat de mensen begonnen rond te trekken en uit hun grotten kwamen, werd dat ook niet gedaan. Elke uitvinding is er ook maar gekomen omdat iemand zich voorhield van ja. Het is niet omdat het nog niet bestaat dat het niet kan bestaan. En ik denk dat dat, ja, voor mij, is dat een, een heel belangrijke gedachte die dat ik in mijn achterhoofd hou. Dan, je moet niet wachten tot iemand anders een voorbeeld is voor u maar je moet gewoon zelf je pad effenen en, en maken dat je de zaken doet die dat je gedaan wilt krijgen. Gewoon niet zitten wachten, beslissen, handelen, dingen doen en dingen aanpakken. En ik denk ja, dat dat mij wel heel erg typeert in mijn houding. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Een, een eerste internationaal grootgewicht zelfs um, is Nicola Sturgeon. Zij is eerste minister van Schotland en politiek leider van de SNP, de Scottish National Party. Uh, en tis, in 2010 deed ik mijn buitenlandse stage in Glasgow. En tijdens die periode heb ik meegewerkt aan de campagne van de SNP uh, voor een bevriend kandidaat uh, parlementslid toen. Ik heb Nicola Sturgeon toen ontmoet op een kelly en um, Vrij on, onbehouden als ik, als ik ben. Ik heb haar gezegd van ja, ik hoop dat we in Vlaanderen ook de ballen kweken om, uh, om te doen wat jullie doen en echt voluit te gaan voor die onafhankelijkheid. En die heeft toen mijn hand vastgepakt, een keer gegniffeld en gezegd: ik kijk al uit naar uw Vlaamse campagne. Dus nu, negen jaar later heb ik zoiets van ja. Ik denk daar nog regelmatig aan terug, hoe hij uh, dat enthousiast en, en warm en hoe menselijk dat hij was. En ik vind, dat, ik vind dat een heel groot voorbeeld. En, daar, daarbij aansluitend, uh, Johan van Overtveld. Ik heb met Johan in 2018 heel nauw samengewerkt als lijsttrekker. En dan hij lijstduwer in Mechelen. Uh, en het viel mij op dat enerzijds is hij een ontzettend verstandige man. Dat is echt... Een heel slimme mens. Maar daarnaast heeft hij ook het talent om de zaken die zijn thema's zijn, heel bevattelijk en heel menselijk uit te leggen. En dat is iets dat niet iedereen heeft en wat ik vind dat wel ontzettend belangrijk is, zeker ook in de politiek. Dus dat zijn twee elementen waarom ik naar die mensen opkijk. Wat zijn uw politieke interesses? Ja, de, de eerste, daar, daar ben ik eigenlijk al heel jong mee, mee gestart. Ik was een jaar of negen wanneer dat een bos bij mijn grootouders in de buurt. Um, toen dat er sprake was om daar een woonuitbreidingsgebied van te maken. En ik, ik begreep dat echt niet. Er waren nog zoveel kavels die, die vrij lagen. Mama, er zijn toch velden en tees en hetgeen, waarom moet dit bos nu sneuvelen? Dus uh, een brief aan de koning. Want ik was negen en dacht dat tien alles ging oplossen. En ondertussen een beslissing van de Vlaamse regering vorig jaar later. Gaat dat bos blijven staan? Daar komt geen woonuitbreidingsgebied. Dus um, dat, dat was mijn eerste politiek wapenfeit, zo'n beetje. Uh, en toen had ik de smaak echt te pakken. Van, ja, ik, ik, wil, ik wil zaken verkondigen en ik wil de stem zijn van mensen die, um, die het niet durven zelf te zeggen of niet zelf kunnen zeggen. Um, en dat is iets wat dat dan ook. Helemaal aansluit bij, bij het tweede thema, gelijke kansen. Uh, een aantal jaar terug organiseerde ik met een vriendin van mij de Games in Mechelen. Een, een ludieke protestactie tegen de homofobie uh, tijdens de winterspelen in Rusland. En um, het, was, het was een beetje vanuit een, een triste vaststelling. Dat wij hebben het ongelooflijke geluk om, om hier te kunnen zijn wie dat we zijn. En, en te kunnen voelen en denken en zeggen wat dat we willen. Maar niet iedereen heeft dat geluk. Zelfs niet hier heeft iedereen de moed of, of, of ja, durft iedereen um, te zeggen wat ze denken en die mensen die verdienen wel een stem. Dus die stem zijn, um, ja ik zie dat ergens een beetje als mijn verantwoordelijkheid, want ik ben nogal mondig en ik heb een netwerk dat ik kan aanspreken, dus zie ik het als mijn plicht om, om dan die stem te verkondigen en, en die, die stem te vertegenwoordigen van de mensen. Daarbij sluit ook mijn, mijn derde thema aan: um, dat is dierenwelzijn. Want ja, het is niet omdat die, die beestjes zichzelf niet kunnen laten horen hè, dat die geen recht hebben om, om, om degelijk behandeld te worden, om, om, ja, voor, dat er iemand voor hun welzijn moet opkomen. Dus ook dat ja, het is, het is een beetje de rode draad: het is die stem willen zijn van mensen of dieren die dat zelf niet voor zichzelf kunnen of durven. Wat kan er anders en beter in de politiek? Um, ja, ik heb een achtergrond in de communicatie. En Ik benader politiek ook heel erg vanuit een communicatief standpunt. En ik denk dat daar nog geweldig veel groeimogelijkheden zijn om het heel positief uit te drukken. Um, de manier waarop er gecommuniceerd wordt, voornamelijk. Um, het, het, is, het is een talent dat niet alle politici hebben om zaken bevattelijk uit te leggen en op, op een menselijke manier. En ik denk dat politici ook wel eens mogen beseffen dat mensen niet noodzakelijk niet geïnteresseerd zijn in politiek ja, of, of, of niet weten wat er gebeurt binnen politiek omdat het hen niet interesseert, maar misschien gewoon omdat die politici niet genoeg de moeite doen om het anders uit te leggen dan in een stoffig vakjargon. Ja, wanneer ik bijvoorbeeld op scholen langs ga ook, die leerlingen die, die zijn veel meer op de hoogte en bezig met al wat er gebeurt dan waar, dat, waar dat we die het gros van de tijd krediet voor geven. En dat is ontzettend spijtig. Ik denk, ja, kiezers zijn, zijn geen kiesvee die dat om de paar jaar mogen opdraven om, om een bolletje te kleuren, want dan mogen we ze dus ook niet zo behandelen. En die communicatie denk ik dat aan de basis gaat liggen om die connectie ook terug met politiek terug te krijgen. Want het is effectief iets, politiek is iets waar iedereen continu, elke dag mee geconfronteerd wordt, in kleine en in grote mate. Dus een deconnectie is, is niet alleen niet, niet wenselijk, maar ook gewoon compleet onmogelijk. Want het is zo ver, verweven dat je die connectie echt wel moet durven aansturen. En ik denk dat communicatie daar de sleutel in is. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een uh, herbruikbare beker van Graspop Metal Meeting meegebracht. Enerzijds uh, omwille van het festival. He, Graspop is uh, in mijn ogen het, het meest warme festival dat we in Vlaanderen hebben. Um, de sfeer is er gewoon fantastisch. Het is ook traditie om, om met de vrienden ieder jaar uh, naar de optredens te gaan. Maar het is ook um, hoe, hoe stoer en kwaad metalheads er eruit zouden zien en, en de reputatie van zo echt stoere mensen te zijn, te hebben. Wanneer het er iemand neergaat in bijvoorbeeld een moshpit, dan gaat er altijd onmiddellijk iemand zijn om die persoon recht te helpen. En dat is iets wat dat je niet alleen op andere festivals, maar gewoon in het dagelijks leven in onze samenleving heel weinig ziet. Hè. Je hoort continu het bystander effect wel. Ik vind het geweldig om mee te maken dat dat daar alles behalve zo is. Um, maar naast het festival, het is een herbruikbare beker, um, wat dat ik heel erg belangrijk vind. En het is, het is niet de standaard daar. Je betaalt net iets meer om een herbruikbare beker te hebben. En mij doet dat eraan denken, van ja, het zijn de kleine dingetjes die we allemaal doen om onze leefomgeving en ons klimaat bijgestuurd te houden en, en, um, en op koers te houden te brengen. Um, je moet niet wachten tot iemand de grote beslissingen en de grote handelingen gaat nemen. Kijk gerust ook naar je eigen. Wat kunnen wij doen? Eh? Op, op, op welke manier kan ik iets bijdragen? De producten die ik gebruik? Um, hoe dat we afval gaan gebruiken? Om, om iets nieuw van grondstof te maken, dat soort zaken. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat we daar gerust ook aandacht voor mogen hebben van de sleutel ligt al ergens bij jezelf, we moeten bij ons eigen durven starten en, en zelf al stappen zetten willen we maken dat er, dat er echt een groot effect komt. Want ja, vele kleintjes maken een groot en dat is met dit soort zaken niet anders.